Volentieri ha vinto le classiche, ha vinto tappe a cronometro, ha vinto corse, insomma, l'ha vinto il giro. Tussen 1977 en 1978 was hij, denk ik, de beste renner ter wereld. Het is zo niet gebleven, hè. Ik kom nog een verhaaltje achter, hè. Dus, Ça fait partie des coureurs qui ont marqué une génération, quand même, hein. Faut pas dire le contraire, hein. Bij ons noemt het criterium van de Westhoek. Dat was allemaal wedstrijden voor renners vanaf 14 jaar tot 18 jaar. En ik ben erin gestart, maar ik was iedere keer gelost en gedubbeld. Ik trainde niet veel. Maar dan als ik junior was, dan was ik een van de betere alleen. Mijn vader die was er eigenlijk niet zo voor. En die heeft altijd gezegd tegen mij, mijn handen ga je ze moeten verdienen en niet met je benen. Als ik van school kwam, werkte ik dan bij hem in de garage. En dat was ook zijn gezegde van, het is hier dat je gaat moeten verdienen, niet met de fiets. Ik ben ook samen begonnen met Freddy Maartens in de streek. Dus mijn eerste wedstrijd dat ik eigenlijk tweede geëindigd was, was ook de eerste overwinning van Freddy Maartens. En van dan af zijn we eigenlijk samen blijven opgroeien in de categorie. Hè. We vulden elkaar aan. Hè. Ik reed op kop, hij kon spurten. En ik was content dat ik tweede kon zijn. Hè. Dus ik weet ook in de koers omheen. Ja, ik weet niet hoeveel koers dat ik tweede geweest ben dan Freddy Maartens. Hè. We liepen weg de tweede ronde, de derde. We liepen weg met twee mannen. We reden de rest op minuten. Hè. Er zijn veel zo'n koersen geweest. Hè. Freddy Maartens wordt in 1972 prof bij Flandria. Een West-Vlaams fiets- en motorenmerk met een rijke traditie als sponsor in de wielrennerij. Pollentier moet een jaar langer wachten. Maar in 1973 mag ook hij zich bij de rangen vervoegen van de Flandria-ploeg. Geleid door de oer-Flandriaan Brik Schotte. Brik Schotte, wat opvalt in je ploeg, dat is dat er veel jonge renners in zitten. Maar ja, het Fred, ik ben altijd voorstander geweest van een hele jonge ploeg. In de eerste dag sportbestuurder. Ik weet nog goed dat als Michel zijn contract getekend had, die zijn bij Brik in Kortrijk. En Brik zegt tegen ons, nu hebben ze wel genomen. Voor mij zegt hij, zoek hem niet gepakt, maar ja, we gaan er niks aan doen, zegt hij. Brik had er geen vertrouwen in. Brik die wilde mij niet, hè. Die had coureurs genoeg, zei hij. Er was een koers in Kemmel. En Brik Schotte had mij opgebeld en zegt hij, sta je op de Kemmelberg, zegt hij, maar ga daar uw kleren uitsmijten uit de auto. En ik sta inderdaad op de Kemmelberg en ze hebben daar uit de auto van Vlaanderen hebben ze mijn pakje kleding uitgesmeten. Dat was eigenlijk een beetje de kennismaking met Brik Schotte, die zei. Door een sleutelbeenbreuk in de ronde van Romandie staat Pollentier aan de kant tijdens het voorjaar van 1974. Hierdoor verschijnt hij blakend van conditie aan de start van de ronde van Frankrijk, waar hij zich ontpopt tot de revelatie van de Tour. Hij was geen zevenste in Tour de France, dat was ik derde baas denk ik in Tour de France, hè, op de zevenste plaats. Dat wil zeggen dat je in de berg ook niet weggereden bent. Hè. Anders zijn je geen zevende in het eindklassement. Ik vind dat heel goed. Voor de tijdrit word ik aan het masseren en Michel zegt, het is een ongeluk die mij ligt. Hij zegt, ik kan alles voor doen. Ja, je merkt ook met een tijdrit in Tour de France. Het zijn er niet veel die gedaan hebben. Hè. Een tijdrit van 38 kilometer met 9 seconden, dat was ook iets dat je... Ja, bon, dat was ik al mee te content. Hè. Eddy Merckx était un peu déçu d'avoir été battu par ce petit coureur là, couvert d'un maillot blanc. Ja, weet, die trui was combiné, dat was van Merckx. Dat was niet van mij, ik had die trui me onderaan.
Omdat Mersen niet alle twee kon dragen. Ik stond winnen in de combi, dat was een combiné klassement dan. Dan bestond er nog geen klassement van beste jongeren in die rondes. Richard, oui. Oui, je suis à côté d'Eddy Merckx. Eddy, vous connaissez Michel Pollentier? Oui, c'est un jeune de beaucoup de talent. Je découvre. Ja, Merckx was, ja, dat was de beste. Nee. Ja, ja. Die waren goed, maar dat was toch nog een ander niveau volgens mij. Afrika, oh, ik was blij. Hè. Nu heb ik een coureur. Zo. Nu heb ik een coureur. Ja, dat was moeilijk. Hè. Dat was een coureur. Hè. Het tweede jaar prof. Hè. Vous pouvez vous présenter un peu plus pour des téléspectateurs français qui ne vous connaissent pas, Michel Pollentier. Vous avez quel âge? 23. Et vous êtes de quel endroit? Vous êtes flamand? Oui, de Kayam-Schedex-Muth. Puisqu'il parle de s'arrêter de courir bientôt, Eddy Merckx, c'est vous qui êtes l'un de ses successeurs possibles en Belgique alors? Non, Freddy Martens. Hein. Oui? Oui, il est l'homme qui va. En pré-match. Un grand champion, Daniel, mais c'est significatif la réponse que vous a fait Pollentier. Non, je ne suis pas le leader de l'équipe, je suis au service de Martens. Lui aussi manque peut-être un petit peu d'ambition comme un certain autre Belge, Van Impen. Jan van den Bergen, journalist voor het gerenommeerde Sport 70, raakt gecharmeerd door het jonge West-Vlaamse wielertalent. Ook bij de journalisten was dat een openbaring, zal ik maar zeggen. Tja, die man komt uit het niets en ineens zit hij daar met de grote klimmers mee. Bij de start van het wielerseizoen in 75 is Martens de absolute kopman, gesteund door De Meijer en Pollentier. De drie Flandria-musketiers zijn klaar om de wielerwereld te veroveren. In de Dauphiné demonstreren ze een eerste keer waartoe ze in staat zijn. Freddy won 5 ritten, zeker. Hè? Dus. En dan waren er 2 bergen. En de 2 bergen won er ook eentje. Dus over de Alibi. Voor Moser, het was tweede. Francesco Moser botst in de Dauphiné voor het eerst op Pollentier. De daaropvolgende jaren zullen ze nog vaak de degens kruisen. Il tappone lì che arrivava a Brianson. Che poi da quelle parti lì arrivavamo poco tempo dopo anche col Tour. Ho fatto secondo dietro a Pollentier, che era andato via ancora sul Telegraph, lui da solo. Ma als ik in mijn dagje was bergop, dan kon ik iedereen aan, hè? Che siamo passati in una galleria di neve. Siccome era venuta una grande valanga, e si vede che spostarla era più difficile, hanno fatto un buco e siamo passati dentro. Con la corsa dentro nella neve. È stata la prima e l'ultima volta che mi è successo. Ik was boven met 2 minuten voor op Mozemos. Dat was een enorme goede afdaler. Zijn nu per half naar Briançon toe. Ja. En ik val nog plat in de afzink. Ik trek dan de fiets en toch kom ik al met 2 minuten voor. Dus het moest zijn dat ik ook redelijk goed per half kon zijn. Maar ja, ik kon goed per half rijden ook zijn. Dat is wel een feit. Michel Pollentier, verleden jaar was jij wel, laten we het zo stellen, een vedette op het laatst in de ronde. Daaruit gaan we afleiden dat je dit jaar als een favoriet gaat starten. Is dat zo? Nou ja, dus ik heb als de ploeg was al voor me rijden, dus ze hebben het allemaal beloofd. Ik hoop dat van misschien in de 5 eerste punten in het eindklassement. Tijdens de eerste toerweek houdt Pollentier zich gedijst. Maar wanneer het peloton de bergen intrekt, valt hij gele truidrager Eddy Merckx aan. Een rit van 270 kilometer dat we 9 uur nog gereden hebben. Een middelde van nog geen 30. Stekken dit. Eddy Merckx qui démarre avec Bernard Thévenet dans sa roue en 3e position, Lucien Van Impe. Pollentier qui l'a monté, qu'il savait surmonter la chaleur, parce qu'aujourd'hui il a fait chaud et là, il le termine donc très bien. Ik was niet gegaan voor alleen de rit te winnen in de Ronde van Frankrijk. Ik was gegaan voor meer. Hè. Maar ja, ik won toch een rit. Hè. En welke? En die wie? Als je zijn naam ziet af, Merckx, Van Impe, Gimond. Die, In 1975 wordt hij eigenlijk uitgespeeld als de kopman. Dus de verwachtingen waren daar zeer hoog. En Pollentier stond niet slecht, maar hij kreeg dus op de pladadij kreeg hij een ongelooflijke inzinking. En ja, Briek Schotten ging helemaal door het lint. Dus hij was zelf voor een coureur, hè, die weer begon van een beetje klimmen kunt je wel, maar in de Alpen en de Pyreneeën kunt je niet mee. Kopman valt dan, hè. Dat is zo, hè. Zo is die stress. Denk ik, hè. Moet presteren. Niet goed nog, hè. Nog niet rijp ervoor, nee, in die periode. De ronde was mislukt, hè. Het klassement was naar de vaantjes, hè.
Het heeft een ongelooflijke knauw gegeven aan het ego van Pollentier. Dat hij, ja, dat hij de verwachtingen heeft beschaamd en dat hij dus maar 23ste geworden is. Regarde, ce style caractéristique, Roger, je ne résiste pour plaisir de vous laisser nous le décrire. Oui, Pollentier, on dirait un petit peu un jeune coureur qui vient de toucher son vélo pour la première fois, qui est un petit peu grand pour lui et qui s'avance sur la selle. Exactement, ça donne cette impression-là. Mais il a vraiment une position bizarre pour un professionnel. E vederlo, un corridore che anche pedalava male sulla bicicletta, era tutto storto, era sempre lì piegato da una parte, e diceva come farà andare forte così questo. Eppure... Ja, stijl was ook speciaal. Ja. Links naar rechts, kilometertje meer dan het andere. Hij kon niet rechtdoor rijden, dat was altijd... als je de beelden ziet van sprinten allemaal, ik heb meespeurd of dat... Dat was dat, ja. Ik heb dat nog geprobeerd. Ik heb een jaar dat ik op trein voorjaar dat ik zei, ga ik proberen een betere positie aan te nemen. Dat lukte gewoon niet. Hè. Ik schoof ik altijd in de top van dat zadel en dan was ik weer vertrokken. Hè. Als ik moest macht geven, schoof ik nog wat voor. Dus ik weet niet hoeveel zadels in mijn carrière dat gebroken heb. Ieder jaar 4-5 zadels die brand, dat ik iedere keer op de top zat. Hè. Maar als je het bijzonder stresst tegen het spel, je rap vooruit gaat. Hè. Dat je er anders kan afrijden, dat je kan pijn doen, dat is koers. Hè. Niet alleen gewoon recht te rijden. In de winter van 1975 vindt er bij Flandria een revolutie plaats. Op vraag van Maartens wordt Briekschotten aan de kant geschoven en vervangen door Lomme Driessens. Ja, dat is de beste sportbestuurder die ik gehad heb. Hè. Maar voor één persoon hè, in de ploeg. Lomme zag één coureur. Dat wordt de winnaar en de rest... Kom blazen met hem, ik trok het hem niet op. Het is wij niet die won, het was Lomme die de koers won. Hè. Wij wonnen dan niet, het was Lomme die de koers won. Hè. De aanpak van Driessens werpt onmiddellijk vruchten af. Flandria overklast in 76 de concurrentie. Maartens wint Gent-Wevelgem en wordt Belgisch kampioen. Maar zijn twee luitenants pikken ook hun graantje mee. Herman Bijsens, een zeer gewaardeerde knecht, vindt ook onderdak bij de Flandria-ploeg. Ik kreeg toen bij Multeni, bij Merckx. Maar er was geen plaats meer voor mij. En dan heb ik naar Driessens gebeld. En dat was gewoon gelijk akkoord. Dat was dan een hele goede ploeg. Je had dan een goede mechanieker, Freddy Heijns, goede verzorger, Jeff Dont. Dat was dan allemaal, ja. Het was niet alleen de renners ook, de omkadering was ook goed, hè. We waren met 42 man, we waren 5 of 6 nationale kampioenen. Om daartussen te staan in de kern moest het goed zijn, want anders namen ze hem niet mee. Beh, si sapeva che era una squadra forte, che aveva Martens, che era forte soprattutto nello sprint. E poi avevano De Meyer, che era l'uomo squadra, e Pollentier nelle gare anche a tappe era presente. Insomma. Toen waren wij de beste van de wereld. Wij gingen criteriums rijden in Holland en dan moest Raas aan ons, aan de Flandria-ploeg, vragen of dat dan mocht winnen. Zelfs daar was het nog koers. In een criterium, kun je dat geloven? Op het wacht Moser. Op het wacht een De Meyer. Weet je, met z'n drieën kunnen ze nu Roger de Vlaming het leven zeer lastig maken. Oh, ik heb niets tegen de Vlamingen hoor, maar ik bekijk het eenmaal het spel. Mark De Meyer rijdt in 76 een ijzersterke Parijs-Roubaix. BRT-verslaggever Fred De Bruyne raakt tijdens de hel van het noorden danig onder de indruk van de beer van Oetrieve. Nog heel even de spieren ontspannen, Francesco Moser. De Meyer, che era uno che ha sempre stato l'uomo squadra, che ha tirato sempre tanto, sono anche migliorati in quegli anni lì e di conseguenza andavano anche più forte. Mensen, we rijden binnen. Het publiek gaat u gaan horen. Daar zijn zij. Nog één ronde, nog 500 meter. 500 meter, Mark De Meyer in tweede positie. Moser in derde. Che siamo arrivati in volata. Era alla Parigi-Roubaix, De Meyer è sempre andato forte, forse più forte di Martens.
Roger de Vlaming vertrekt van de leiding. En voor mij is het een bekeken zaak op de manier waarop Roger de Vlaming deze spurt aan het leiden is. Roger de Vlaming nog altijd van de leiding. Mark de Meijer komt hem nu naast. Roger de Vlaming moet sterk genoeg zijn. Dat heeft hij bewezen om deze Parijs-Roubaix te winnen. Maar daar komt Francesco Moser nu op de hoogte van Roger de Vlaming. En ik geloof dat Francesco Moser deze Parijs-Roubaix gaat winnen. Francesco Moser, nee, het is Mark de Meijer. Mark de Meijer wint. Heel sterk coureur. Heel vlug jaloers, maar wel een goeie geruur, jongens. Dat is op, hè. Maar toen zei het al beginnen, hè. Dus, ja, de Meijer in Parijs-Roubaix. Dat was eigenlijk een grotere koers dan Maarten al gewonnen had, hè. Poi però, i compagni di squadra se vincevano una corsa o due, dopo avevano pretese sempre più grandi. Questo era il problema. Ik sliep bij Freddy en de tijd van de Richard hebben we dat toch wel een klein beetje mee verveeld gezien. Maar ja. Dat hij een beetje verder van Freddy afstand, maar Lommel dat opeens zat en zo. Dat moet hij wel een klein beetje benadelen. Ja, dat is wel een feit geweest. Lommel Driessens heeft enkel oog voor zijn kopman. Dit zorgt niet alleen voor spanningen binnen de ploeg. Ook de rest van het peloton komt in opstand tegen Maartens. Ja, we ronden van België won door de coalitie tegen Freddy. Hè. En voor de start komt Wilfried David naar mij en zegt hij... Michel, zegt hij, dat was ook een goede vriend van mij, Wilfried. Wil hij de Ronde van België winnen, zegt hij. Maar ik zei, ja, zeg, Freddy is toch een beleiding, zeg, mag ik het niet aanvallen? Niet? Kijk, zegt hij, in de start gaan we aanvallen, zegt hij, met een paar man, zegt, mag hij mee zijn, zegt hij tegen mij. Ik spring mee. En inderdaad, toen gebeurt er niks. Niemand die rijdt, niemand die rijdt, geen enkele ploeg. En dan kan ik gewoon met 5 minuten voorsprong in de Ronde van België, met 5 minuten voorsprong. Ponti zal zo op die manier ook wel eens geflikt geweest zijn door de Meijer of door Maartens, hè? Ik heb dat niet gezegd, Freddy. Nee. Dat voor mij al, denk. Ze hadden zo klein dingetjes bij elkaar, hè. Ja, ze zorgden voor de afbrokkeling. Zwitserland 76. Pollentier heeft overduidelijk betere benen dan zijn kopman en wint 3 ritten. Er ontstaat een breuk tussen de twee vrienden. In de pers spreekt men van de opstand van een luitenant. Opstand. Dat is meer een beetje de pers zelf die dat allemaal naar boven bracht, dacht ik. Hè. Zo is dat. Want de pers zag liever dat ik mijn eigen kans reed dan ik van Freddy reed. Dat weet ik ook. Dat is een feit in die tijd. Hè. Dat is altijd vroeg, ja, waarom? Hè. Maar ja, bon. Stress, hè. Onzekerheid. Hoewel hij in superconditie verkeert, weigert Pollentier het kopmanschap voor de Tour van 76. Hij zal de ronde in dienst rijden van Maartens, die het ritzegerrecord van Eddy Merckx najaagt. Nu rijden ze met 3-4 ploegen naast elkaar tegen 65, 70 in de uur. He? En vroeger was er maar 1 ploeg, he? Dat waren wij. Op de Franse Nationale Feestdag staan er 3 ritten op het programma. Maartens wint de eerste 2. Zijn zegeteller staat daarmee op 6. Er waren 3 ritten op 1 dag. En hij won 2 ritten en de derde verkocht hem aan Esclassant. Ja, dan heb ik 2 dagen niet aan de kop willen rijden. Dat was een rit. Dat was Sinter door onze neus geboord. Ja, die rit ik gewoon met boek. Dat is ook eigenlijk een rit dat Freddy moest gewonnen hebben. Nee, maar ja, bon. Spring die weg op het Wereldmontaigne. Hij springt mee en krijgt niet op kop natuurlijk. Ik zei, mocht niet, Freddy kwam achter. En die redder valt plat op, maar al 10 keer aan het einde zijn. Met mijn 100 meter voor en ik kijk achter mij. Ik zei, ja, kan ik nog doorrijden, hè. Dan kijk ik 10 kilometer blijven doorrijden met 100 meter voor, hè. Ik eerste, Freddy tweede, dat was wel niet... Nou. Maar ja, je komt in die situatie, wat doe je, hè? Rijd door, hè. Anders wordt Freddy niet gereden, hè. Maar ja. In 77 gaat de ploeg door op haar elan. Maartens wint op overtuigende wijze de Vuelta en Pollentier deelt mee in het succes. Ik had een tijdrit gewonnen in Benidorm. We vonden dat heel normaal, hè. Dat we alles wonnen, we waren gewoon goed, hè. Na de Vuelta trekken de Flandria-renners naar Italië voor de Giro. Maartens verovert tijdens de proloog de roze trui, maar in de bergen moet hij de rol lossen. Mijn taak was bij Freddy blijven. Nee. Freddy was leider. En de eerste berg, of de eerste is het gebeurd, dat ik dacht. Freddy kon dus
Dat kon niet volgen, nee. Die bar op, ja. Michel deed het automatisch. Freddy was een kopman, dus dat was dan Michel beschermde Freddy, omdat hij dacht, de kopman laat er nooit in de streek. Anders ging Freddy veel verder zijn. Hè. En dan slaat het noodlot toe. Maartens komt zwaar ten val in de tiende rit op het circuit van Mugello. Ja, eigenlijk niemand zijn fout. Hè. Komen tegen elkaar en boef. Hè. Dat wel over was, dat wist ik gelijk. Kijk, een verbuik zei, ja, dat is hier gedaan. Ja. Na die valpartij was het eerste moment eigenlijk, was er sprake van. De ploeg gaat naar huis en we gaan naar Ronde Frankrijk heen. Ja, ik ging me dat beneden, ik ging niet verder kunnen beneden. Maar ja, dan is waar de sponsors waren er niet mee akkoord. Hè. Latina heeft dan gedreigd met Française of met schadevergoeding en al, en dan zijn ze daar gebleven. Era una assicurazione, Latina si chiamava. Credo che gliel'avevano trovato la Gazzetta alla Flandria, perché se no non sarebbe venuta al giro, perché una volta la partecipazione alle corse non era come oggi. E una squadra come la Flandria ha detto noi veniamo al giro se ci date uno sponsor che ci paga tutte le spese, tutto dai premi ai corridori. De verslagenheid bij de Belgische pers was natuurlijk zeer groot. Er waren dus veel journalisten die onmiddellijk vertrokken, want er was toch geen spat meer te beleven in die Giro. Richard is dan bij mij gekomen nee, en heeft gezegd, kijk, hij zei nu kopman, hij wint er nog maar niet aan. Toen hebben we een echte pontier op zien staan, ja, als echte kopman. Na die valpartij was de rustdag. Na die rustdag de eerste tijdrit naar Pisa. Ging ik waarschijnlijk ook de rit gewonnen hebben, maar op 3 kilometer van de Rivée volop plat. Ja, dan dat Knussen dat won, ik was tweede en Moser derde. Dan zie je, je bent de beste, kamerad, je bent de beste. Hij bent de beste, zeg. Kan nu niemand kloppen, je bent de beste. Op de een of de andere dag draaide Vlommers in een knop om. Wie van Martsen nu gesproken. Pollandier was de hubbende. Dan was er een paar dagen later een berrit. En Lommel kwam me, die heeft die berrit zetten. En vandaag niks, hij zegt hij. Het mag meer met de beter zijn en niet aanvallen. In de finale ja, was ik goed, ik heb toch aangevallen. Ik was maar tweede, het was iemand voorop denk ik. En het was toch tweede, dus ja. Ik heb toch aanvallen. Ik was kwaad achteraf. Hè. Kwaad dat hij was, Lommel. Moest ik nu niet aanvallen, zeg ik moet niet tonen dat je goed bent, zeg ik. Moet wachten. Ja. Maar goed, zei hij. Je voelt dat je het ander los kan rijden, je voelt dat je Moser los kan rijden. Ja, dan doe je dat, hè. Quando vedevo che non volava, poi anche nelle tappe, che c'erano state tappe un po' di mezza montagna, lui era sempre davanti e cominciava a far paura. Toen is het besef gekomen, kijk, ja. Ik kan het toch als kopman, ik kan het toch zelf afmaken en dan ben ik toch wel meer in mezelf ben geloven, denk ik dan toch wel. Maar ik heb toch gezegd, onmiddellijk heb ik gezegd, kijk, de volgende wedstrijd rijd ik voor Freddy, dat weet ik nog. Ik zei, blijf nog met Freddy rijden, zo. Dat was nog altijd mijn doel, maar toch was er ergens een klik gemaakt van, ik kan er nog meer uit dan. Tijdens de 17e rit rijdt het peloton door de geboortestreek van Moser. Tot grote ontsteltenis van de vele tifosi kan Checo de snedige demarages van de kleine West-Vlaming niet volgen. Ze hebben de squad gemaakt, feitelijk. Ik ben altijd behandeld van ons. Ik heb zelf al gevallen, die Bardon. Ik was gewoon sterk van hem. Dus, ja. Ik zag hem plooien. Je ziet dat, je voelt dat. Je voelt aan de massa, je voelt dat aan alles. Hè. Dat er iemand aan pijn doen bent of dat hij aan het lossen is, je voelt en je dacht, ik zie dat, en dan krijg je de vleugels. Hè. Poi dopo, quando siamo arrivati sulle montagne qua, che abbiamo fatto la tappa a Cortina, poi a Val di Sole, dove è andato in fuga proprio con Baronchelli, che l'ha aiutato molto, che Baronchelli doveva stare a ruota, invece lui ha tirato come se fosse il suo gregario. Een derde barret had Baronchelli meugend met mij. De ploeg van Moser wil kost wat kost de Giro winnen en doet nog een laatste poging om het tij te keren. Ze biedt Lomme Driessens een grote valies vol Italiaanse lires. Lomme is bij mij gekomen en zegt hij, kijk, hou je de Ronde van Italië winnen of hou je ze niet winnen? Zegt hij. Ik zeg, zo ze winnen, ja. Ik zeg, als ze winnen, ja.
Het is niet meer de verliezen lieren kreeg, maar ik zou liever niet hebben. Ja, Lommel gaat zo liever deze avond zaten. 6 miljoen Belgische frank was er in de tijd, denk ik. Ja. Michel, ja, dat moet dat doen, jongen. Hey, dat is hoeveel geld. En, nee. Ja, maar is dat uw laatste woord? Ja, zeg maar, ik win de ronde. Dat ging me dan niet goed bij voelen. Dat moet van ja zeggen, ging me dan niet goed bij voelen. Nee. Evidentemente non ci siamo riusciti. Het was nog een tijdrit. Iedereen dacht nog dat ik in die tijdrit. Ik zou veel verliezen op Moser. Comunque, nessuno si aspettava che Polenti avesse un rendimento così nel finale, perché nel finale del giro lui. Pensavamo che non tenesse, invece è andato sempre più forte, addirittura ha vinto l'ultimo cronometro. Non lo stavamo mai di bevestiging, ma che cosa tenne con Paul Vlaam? Na zijn overwinning in de tijdrit komt de eindzege van Pollentier niet meer in gevaar. Freddy Maartens reist naar Milaan om zijn luitenant te feliciteren. Dat was alleen voor ons. Een triomftocht. En je weet natuurlijk dat je wat verdiend hebt ook, hè. En Pollentier was ook altijd zo. Die gaf altijd nog wel een extraatje om mensen die het echt er best voor gedaan hadden. En dat duurde geen week, hoor. Dat stond op een rekening of je kreeg dat. Zeker en vast. Ja. Als daar op dat domme Milaan achter u staat, dat is anders. Dat is, fenomenaal, hè. De aanwezigheid van Maartens wordt echter niet door iedereen gesmaakt. Ploegleider Driesens maakt zich kwaad op zijn Poulain en verwijt hem dat hij Pollentiers publiciteit probeert te stelen. Lomme keek niet naar Freddy, hè? Nee. Het was al Pollentier wat de klok sloeg, hè? Ja, en hij stond daar, hè, Maartens, hè? Lomme was kwaad, omdat Freddy dat was. Ik vond dat Freddy mijn feestje kwam verpesten. Ik vond dat zo niet. Ik vond het schitterend dat hij er was om mij te feliciteren. Iedereen zei ook ja. Zonder die valpartij ging Freddy de Ronde van Italië gewonnen. Nee, Freddy ging de Ronde van Italië gewonnen. Die Ronde van Italië was te zwaar voor hem. Trouwens, ja, hij stond al niet meer aan de leiding. Had hij met aan de leiding stond, ik zei ja, het kon niet, man. De televisie daar, dat was de hele straat stond vol met volk. Dus dat was, ja, dat was formidabel. Hè. Thuis in Keijem ziet Michel voor het eerst zijn zoontje Frederik, die tijdens de vierde etappe van de Giro werd geboren. Ja, ik heb al pas een foto gezien van Frederik. Eigenlijk. De laatste dag van de Ronde van Italië stond er een foto in het laatste nieuws. Zie hier, ja, ik weet niet, de zoon van de Giro in Aarstend rennen. Dus, toen ze de foto in de gazette kregen. Dus, veel tijd om te genieten van de pasgeborene of zijn Giro-winst is er niet. 4 dagen later staat Pollentier alweer aan de start van de Ronde van Zwitserland en schrijft meteen een vervolg aan zijn wielersprookje. Ik denk dat ik 4 ritten heb in die ronde. Dat is een teamklassement, het puntenklassement. Dus. En dan won zelfs een sprint van 15 of 16 man, denk ik. Ja. Dan is er nog een campus van België op een parcours die mij ligt ook, hè. Ivoar. Dus, ja. Ik heb de eerste ronde daar al een prik gegeven. Er bleven nog 30 en 35 renners in koers, nog één ronde. Hè. En dan zijn we weggereden met 4 mannen. Dan heb ik ze allemaal uit wiel gereden op 2-3 ronde Montaigne. Hè, ja. Met veel plezier. Hè. Als je dan achteraf op terugdenkt dat je zo, die andere kan pijn doen, dat is, ja, dat is het leukste aan de koers. Hè. Niet dat win specifiek, maar toch wel dat win ook. Maar je weet dat je kan pijn doen, dat geeft een enorme kick en enorme. Hè. Tussen 1977 en 1978 was hij, denk ik, dat was toch in ieder geval de perceptie bij de meeste van de journalisten, de beste renner ter wereld. Ja, dat is. Ik vond mij ook wel een van de beste van de wereld dan. Dat zijn zo van die mannen, je kent wel, die rennen, dat is een boerenjaar, zijn ze bij ons. Hè. Je komt dan maar één keer of twee keer in 10 in carrière en nou. Als hij niet valt, wordt er maar één wereldkampioen. En dat is Pollentier. Ja.
Maar 100% van overtuigd. Hè? En hij ook. 2K. Ik ben niet kunnen starten. Hè. Gevallen de dag voor het 2K. Dus naar het hotel toe in een afdaling in een putje gereden. En over de kop en de sleutelbeen gebroken. Hè. Ik lig daar in Venezuela in een hospitaal zonder vensters in, zonder ramen. En zolang er de pers bij was, was Lommel er bij mij. Zoals dat eten in mond steken, dat was al van de show. Hè. Maar achteraf, op het moment dat de pers weg was, was ik alleen en verlaten en van al iedereen in steek gelaten. Hè. Als je van de ene op de andere dag twee gevallen volontiert, Martens, om de ene op de andere dag laat hij vallen, zit er niet waard van sportdirecteur te zijn. Dan hebben ze hem eigenlijk met tweeën hebben ze hem buiten gewerkt. Hè? Oud-renner en BRT-commentator Fred De Bruyne wordt aangetrokken als ploegleider van de Flandria-ploeg. Ik kan er dol van zeggen, joh. Wat Fred De Bruyne. Man. Op het moment dat Fred De Bruyne in die ploeg kwam, waren er eigenlijk 3 kopmannen die al hun proeven van bekwaamheid geleverd hadden en die niet meer zo gemakkelijk luisterden naar Fred, van wie ze wel wisten dat hij een goede renner was, maar die als ploegleider nog niet veel bewezen had. Met het gevolg natuurlijk dat bij het uitstippelen van een strategie, die mannen dachten, ja, maar we weten dat hier even goed, Fred zit hier verkeerd. We gaan het zo doen en we gaan het zo doen. Pollentier heeft van de Ronde van Frankrijk zijn grote doel gemaakt voor 1978. Na zijn overwinning in de Dauphiné wacht hem nog 1 grote test, het BK in Vielsalm. Hij draait zijn eigen om en zegt tegen alle man, ik word kampioen van België. Zo, hè, tegen iedereen. Hè. Pollentier soleert in 1978 naar zijn tweede opeenvolgende Belgische titel. Hij is klaar voor de Tour. Drie renners kunnen aan de start van de Ronde van Frankrijk de beste adelbrieven voorleggen met het oog op de eindzege. Michel Pollentier, de Nederlander Joop Zoetemelk en het jonge Franse talent Bernard Hinault. C'est un projet d'entreprise avec Cyril Guimard. Donc quand on s'est engagé tous les deux en 76, on dit voilà, on va faire progresser les objectifs de plus en plus durs. Avec un but bien important, si jamais on réussit à chaque fois à réaliser ce qu'on a prévu, c'est qu'on peut aller toujours plus haut. Et tant qu'on n'est pas rendu au sommet, et le sommet pour moi c'est le Tour de France. Et en 77, quand j'ai gagné le Dauphiné, on a essayé de me faire faire le tour par le biais de Monsieur Lévitan et de la presse en disant il faut qu'Hinault fasse le tour. On a dit non, on viendra en 78, on viendra pour le gagner. Hinault was the coming man, hein? Dat was eigenlijk de man dat iedereen verwacht. Hein? Michel zei altijd, het zou moeilijk Hinault te kloppen zijn. Maar Michel weet dat hij zei, maar ik ben beter, zei hij. Dat was zijn uitdruk. Maar ik ben nog beter, nu, in de periode. Maar ik ben nu beter. En dat was beter. Tijdens de eerste toerweek verloopt alles volgens plan voor de Flandria-renners. De ploeg wint 3 ritten, maar tijdens de eerste individuele tijdrit deelt Hinault zijn concurrenten een tik uit. Alors pour moi, c'était bien. Ça voulait dire que j'étais en vraie compétition, j'étais dedans, quoi. Que j'étais là pour la gagne. Zino was ook goed in de Tour. In de Pyreneeën draait Pollentier de rollen om. Op de flanken van de Tourmalet ontbindt hij zijn duivels en zet hij Ino onder druk. Het was eigenlijk niet een doel, maar Tourmalet de eerste boven komt. Nadien is er geen een baan de eerste boven komt. Nee. Van dan van eerst alleen, maar 78 er al een berg, de eerste bovenkomen is op Tourmalet. Sindsdien niet meer. Hè. Maar de bolletjestrui was dat een doel? Niet feitelijk. Maar het was leuk van dat te hebben, maar een doel was het niet. Een doel was eigenlijk een Tour. Na de 11e rit geraken de renners pas om middernacht in hun hotel en moeten 6 uur later alweer vertrekken om 2 ritten af te haspelen. Het peloton pikt dit niet langer en gaat over tot actie. Staking. Ja, iedereen op de eerste rij, al de truis. Hè. Ik stond er ook bij. Hè. Je kunt niet verder of ook mee in de rij gaan staan als je een trui hebt. Hè.
Il y a tous les anciens qui sont là, qui disent « Oui, c'est pas normal, on n'a pas dormi, tout le monde était fatigué. » Et puis, quand on est arrivé tout près de la ligne d'arrivée, on m'a dit « Toi, tu es le champion de France, donc tu es le représentant des coureurs français, donc tu vas nous représenter parce que c'est le Tour de France. » Ben, j'ai dit « D'accord, on va aller. » Michel Houtanichard, on est Michel West, dat hij kon winnen. Neem nu dat een boel geliquideerd werd en dat er onder een stopstel ging, geen Michel niet winnen. En dan zat het nog spelers in de kop. Hè. Vanaf het begin van de Tour de France deden de organisatoren met de renners wat ze wilden. Eigenlijk vaak onmenselijke afstanden die ze moesten afleggen in mensonwaardige omstandigheden. Et là, le maire nous a dit, il faut passer la ligne en vélo. Je dis, non, jamais, on passera à pied. Et c'est comme ça qu'on devient le patron du peloton. En allant défendre la profession. On voit ça, hein. Als coureur voelde dat, hein, dat de man wordt, hein. Juli 1978. De rit met aankomst bovenop Alpe d'Huez zal over de Tour beslissen. Wie vandaag als eerste de top bereikt, wint de Tour. Pollentier voelt zich sterk en trekt als eerste ten aanval. Ik demareer dan, ik zeg, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Allee jongen, 2 kilometer van de voren heb ik nog gezegd. Doe dat nou niet, blijf zitten. C'est la première fois que je fais l'Alpe d'Huez, donc j'ai pas vraiment de connaissance de... savoir exactement comment il faut l'appréhender. En ik hoor hem zeggen, Pollentier tegen Hino, Bernard, hey, tu viens avec ou quoi? Bien sûr, c'est un ander. C'est pas possible. Ja. Dus die krijgen er zo af. Ik nog roepen, Bouffena was weg. Hè. Qui semble repartir du bon pied, et donc derrière Hino qui se bat toujours. 7 secondes d'avance pour le Belge. C'est pas à moi non plus de faire tout le travail, hein. Et pourtant, c'est moi qui l'ai fait, je pense. Les autres se sont pas donné un coup de main pour aller le chercher. Je crois que la victoire de Tour de France va se jouer entre Pollentier et Hino. La victoire du Tour de France est en train de se jouer. Pour l'instant, Pollentier et Maillot jaune. Le dernier virage pour Pollentier. Voilà, Pollentier l'a très bien négocié, il se met immédiatement en danseuse. Regardez comment il travaille Pollentier, un courage énorme. Il va remporter cette étape du Tour de France. Hij was dus in zijn kenmerkende stijl over de streep gekomen. Die werd door iedereen omhelst, door iedereen. Hè, want ja, Paul, het was de toerwinnaar die men te zien kreeg en die men kon vastpakken. Ik ben op weg met een goede plek naar de Tour de France te winnen, dat was mijn gedacht. Aujourd'hui, il était dans un grand jour et tant mieux pour lui. Trouwens, voel mij nog altijd winnaar, hè. Ik ben wel geen winnaar uitgeroepen, maar ik voel me altijd winnaar. En dat blijft zo. Ik zeg altijd, ze pakken me dat niet af. Michel Pollentier, qui endosse son premier maillot jaune du Tour de France. Op dat moment was het waarschijnlijk mijn schoonste van mijn leven, maar ja. Dat is toch niet gebleven, hè? Er komt nog een verhaaltje achter, hè. Dus, Je pense que au départ, il n'a pas dû penser qu'il pouvait gagner l'étape. Parce que pourquoi il est retourné à l'hôtel? C'est pour monter tout son attirail. Chef, zegt hij ook, chef. Ik heb problemen, zei waarom, maar ja, zegt hij, ook moeilijk controle. Ik zei mezelf toch ook. Allee, ik heb nerveus dat gedaan. Niet goed gedaan, zeker. Ja.
dat circuleerde in het peloton. Dat is de beste manier om eraan te ontsnappen. Zuivere urine, hup, een duwtje en het gebeurt. Alain Calves, een jonge dokter uit Nantes, is die dag belast met de dopingcontrole van de renners. Je n'aurais pas fait quelque chose parce que c'était monsieur Pollentier, que c'était un Belge. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je fais mon travail. In bepaalde etappewedstrijden keken bepaalde dokters toch de andere kant uit als het over grote ploegen ging. En er speelde toch wel een zeker chauvinisme een rol mee. En aangezien Flandria niet tot die grote ploegen behoorde, was het niet verwonderlijk dat juist die renners die van die ploeg deel uitmaakten, dat die tegen de lamp liepen. Il arrive, il va chercher ses flacons. Et Pollentier revient vers le lavabo et il se colle le dos à l'armoire, face au lavabo. Donc moi, je suis médecin, je suis chargé de faire le prélèvement. Donc à partir du moment où on met un médecin pour faire le prélèvement, moi j'estime que c'est le médecin qui fait le prélèvement. Et alors, dans un premier temps, je ne voyais rien du tout. Et il a baissé son cuissard, puisque le règlement à l'époque, on baisse son cuissard. Alors j'attendais, j'étais face à lui. Pollentier, il était d'un calme olympien, alors qu'il avait pris des amphétamines. Ik heb iets genoemd dat niet mocht. Bon, dat is het. Eén schuld. De renner is gemakkelijk beïnvloedbaar. Hè? En als je zaken ziet van andere renners die meedoen voor het eindklassement of die je concurrenten zijn, dan krijg je de schrik. Bij dat te draaien en te zijn, ja, verdikken. Maar goed, ik ben de beste, of ben een van de beste. Ik kon niet tot die toe de vrouw niet verliezen, zo, dus. En hij laat u beïnvloeden, hè. Au bout d'un quart d'heure, il me dit, ben, j'arrive pas. Ben, c'est l'émotion, j'ai gagné l'étape, je suis le maillot jaune. Bon, on attend. Et tout d'un coup, Fred De Bruyne, qui était son directeur sportif, arrive. Bon, et il reste à côté de moi, à ma gauche, là, près de l'entrée. Donc il avait fermé la porte. Et il se met à discuter. Et son rôle, c'était de m'éloigner. Parce que je me serais éloigné, Pollentier serait servi de son appareil. Et il aurait rempli le flacon. Alors, il aurait rempli le flacon à ras-bord et aurait dit, ben, je peux plus uriner. Et puis, j'aurais rien vu. Mais moi, j'ai un principe, c'est moi qui fais le prélèvement. Donc, je ne bouge pas. Tant qu'il n'a pas uriné, je reste là, le voir uriner. On s'en m'a bêté de wing, faut-il donc une plaque dedans, hein? C'est logique que d'avoir travaillé. Mais ja, nee, ik ben bijvoorbeeld niet altijd naar die andere zaken verwijzen. Dat is mis van mij, maar... was hij fout. Et tout d'un coup, De Bruyne dit, mais il a gagné l'étape, il est maillot jaune, il est tellement ému, ben il peut pas uriner. Est-ce qu'il pourrait pas faire le contrôle à l'hôtel dans sa chambre? Il serait quand même beaucoup plus décontracté. L'inspecteur, qui était un Italien, dit, oh oui, au fond, pourquoi pas? Et moi, je dis non. On a commencé le contrôle ici, on doit le terminer ici. Et donc, je ne bouge pas. On continue le contrôle. Hij is eigenlijk toen niet betrapt op positief plassen. Hij is betrapt op niet plassen in het bezit zijnde van een peer onder de oksel. Et au bout d'une heure, il avait le flacon. Qu'est-ce que je vois, le flacon qui se remplit, et je le voyais pas uriner. Alors je mets ma main, je tombe sur le tuyau. Et alors j'ai tiré sur le tuyau, j'ai reçu toute l'urine sur mon pantalon, je le décolle, et le tuyau, il passait
sous la verge, sous le périnée, allait dans le dos, était collé dans le dos et remontait. Il avait la poire sous l'aisselle. Et il était impossible de l'arrêter, puisque le système n'avait pas de moyen d'arrêter. Alors je lui arrache et je dis, voilà, je mets sur la table de l'inspecteur en disant, ben voilà, il y a fraude. Ik heb wel dus achteraf, dus ik heb dus die fraude niet gepleegd, ze hebben dat ontdekt. Ik heb wel achteraf mijn eigen urine afgeleverd. Hè. Maar daar heb ik nog niks over gehoord. Hebben ze dat onderzocht of niet onderzocht, dat weet ik niet. Dus. Maar ja, bon, het was poging tot fraude, schrijf, het was poging tot fraude. Jan van den Bergen is, dankzij zijn goede contacten met de ploegleiding, de enige journalist die toegang krijgt tot de hotelkamer van de ritwinnaar Pollentier. Goh, ik zie hem dan, Michel Pollentier, als een geslagen hond. Die trui lag daar in de koffer naast dat wimpeltje. Hij zat daarnaast te kijken. En eigenlijk in het begin nog niet begrepen hoe het zo ver had kunnen komen. En waarom men hem gepakt had. Want hij wist, zonder rugnummers of namen te noemen, hij wist dat er zoveel waren. 20, 25, 30 die hetzelfde deden. En zij waren niet gepakt. Dus ze hadden de pik op hem, vond hij. Een wereld storten, hè. Want ik zelf ook. Ik wist niet hoe dat getouw, hè. Goh, jongen toch. Voor mij is hij geflikt, dat is een feit. Hij is eigenlijk zichzelf geflikt om zo rap in de aanval te gaan. Maar het meeste is hij geflikt door andere mensen. En dat heeft ook aanleiding gegeven tot een van die roddels. Een hardnekkig verhaal van... ja. Het zou me niet verwonderen dat Fred onder één hoedje heeft gespeeld met de Renault, de ploeg van Bernard Hinault. Waarop Freddy Maartens zich dan ook de bedenking maakte. Allee, Levitan heeft zijn slag thuis gehad en Renault ook. Ze zullen Fred wel dankbaar zijn. Dat hij verraden is, daar ben ik zeker van. Want juist die dag, op die dag alleen, en het is nooit niet gebeurd in Tour de France. Normaal gezien is het altijd dezelfde dokter die de controles doet. Op die dag was er een speciaal welkom om hem te controleren. La médecine chasse et tire su. Et eux, les pauvres, ce sont les cadavres. Van één ding ben ik zeker, hè. Als ik Lomme Driessens als ploegbestuurder heb, behang ik stomme tijd niet. Lomme ging zeggen, Michel had dat niet nodig. Hij zit de beste. Hij had zelfs toch kloppen. Wat ben je gaan zeggen? En dan, ja, viel... dat vreselijke vonnis. La décision du jury des commissaires est irrévocable. Le coureur belge est exclu du Tour. Exclure du Tour de France. Et ça, c'était la sanction la plus extrême qu'il pouvait avoir. Hij is morgens in de auto van mijn schoonbroer gesprongen en naar huis gekomen. Nou, spijt. Door het wegvallen van Pollentier wint Hinault de ronde van 1978. De eerste van vijf toerzegens. In terugblik kun je afvragen, als hij had geplast, dan... maar goed, en in die tijd zou men nog niet zo gemakkelijk een winnaar van de Tour gedeclasseerd hebben. Il n'y a que l'UCI à l'occasion l'organisateur, parce que le poids de monsieur Lévitan, ce qui aurait peut-être fait... que M. Lévitan l'aurait déclassé si moi j'avais été deuxième. Parce que je suis français. Ça aurait peut-être pu jouer. Iedereen zoekt een théorie, iedereen zoekt een ding erachter. Est-ce wel een théorie? Est-ce wel iets achter te schoon? Vraag ik mij soms af ook, want het 100% fijne van die zaak weet ik ook niet. Hè? S'il n'avait pas eu le maillot jaune, je pense qu'il n'y aurait pas ce même impact. C'est le premier maillot jaune qui a été pris. Ça a marqué les gens. Le maillot jaune positif. Ou tricheur, quoi. Pas positif. Tricheur. La pers a positif verhaal van gemaakt, feitelijk.
Omdat ik waarschijnlijk omdat ik onmiddellijk bekend heb. Omdat ik niet zei dat het is geworden, of het is dat of kinderen. Vind ik ook, ja. Als je mist in je leven, dan moet je ook kunnen toegeven. Hè. De eerste dagen natuurlijk zitten in de put. Dat was het moment van de criterium dan. Ik heb in verschillende criteriums de start moeten gaan geven. En overal werd hij goed betaald, zoveel wat hij koest. Iedereen respecteerde hem, hij werd onthaald op als een koning, overal. Ben ik achteraf nog bewezen heb dat ik eigenlijk echt wel een goede coureur was. 79 is een tegenvaller. Maar in 80 haalt Pollentier nog één keer uit. Tijdens de Ronde van Vlaanderen demareert hij op de Muur en de Bosberg. Maar kan hij Francesco Moser niet van zich afschudden. Wereldkampioen Jan Raas volgt tussen hangen en wurgen op 10 seconden. Dan als je boven de Bosberg zit, neem je dan een beslissing van. Ik reed niet door totdat Raas erbij is. Hè. Want ik wist ook als ik met Moser alleen voorop reed, dat ik dus niet kon winnen. Hè. Ik heb de laatste 5, 6 kilometer, 5 keer, 6 keer gedemareerd. Het was praktisch iedere keer Moser die me kwam halen. Dus. Yo. Sono arrivato nell'ultimo chilometro e ero veramente il più forte quella volta lì. E non pensavo che Ras lasciasse andare così la corsa. E ho capito dopo, quando era troppo tardi, che lui, penso si sia messi d'accordo Ras e Pollentier. Con cui il film Ras era un po' figlio. Ma in quel costo Samarin e questa Ras mi ging con Manuk in de finale. De laatste demarrage op 500 meter van de meet. Ik ga links van de weg. En Moser kijkt om naar Raas en ja, Raas staat kapot. E ormai quando siamo arrivati nel rettilineo, che ho visto che Raas stava a ruota, non faceva niente. Sono partito lungo, però lì siamo arrivati a 10 metri, forse se non ricordo quanto. Ik denk dat ze het goed beseften als ik aan de meet. Vooral die problemen van 78 is dat dan wel een hele voldoening dat je dan de Ronde van Vlaanderen nog kan winnen. Ik kom toe in de kleedkamer, en dat is ook wat ik nooit ga vergeten. Ik kom in de kleedkamer en een verzorger, niet chef d'hond, een verzorger vraagt mij. En nu, hoe gaat u in de controle? Dat ik zei. Dat was iets dat mij ook leven lang bij blijven. Dat er een verzorger, niet van onze ploeg, zei. En nu, moet je nog de controle, hoe ga je dat nu ergens zijn? En hoe ga je dat nu flinken? Dat je dan altijd achteraf zo die argwaan hebt, dat vind ik wel spijtig. Voor mezelf vind ik dat niet jammer. Ik vind dat jammer voor mijn kinderen, mijn kleinkinders later. Want ik weet, als ik iets kom te sterven bijvoorbeeld, dan zal er in de krant staan. Niet dat hij de Ronde van Vlaanderen gewonnen heeft, dat niet klopt dat hij de Giro gewonnen heeft, dat hij twee keer kampioen van België. Alpe d'Huez of de Maaldoorn als een van de hoofdpunten. Dat vind ik spijtig. Dat ze de rest van de carrière niet in aanschouw nemen en alleen dat feit, vind ik wel, ja, dat is voor mij het spijtigste aan jullie zaak. Niet dat ik de Ronde van Frankrijk niet gewonnen heb, dat is voorbij. Maar dat altijd zal bijblijven als gelinkt aan Michel Pollentier vind ik jammer.